NOS, het journaal. Goedenavond, dames en heren. Een traditionele mars van protestantse betogers in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is uitgelopen op een veldslag met de politie. Betogers gooiden met flessen, stenen en benzinebommen. De politie schoot terug met rubberkogels. Aan het eind van de middag vroeg de politie versterking van agenten in gevechtstenu. Zij moesten helpen de menigte in bedwang te houden. Een groep protestanten die 's morgens op weg was gegaan voor een traditionele mars, was gedurende de dag aangegroeid tot een menigte van 1000 man. Ze waren woedend omdat hen verboden werd de gebruikelijke marsroute te volgen, deels door een katholieke wijk. Vorig jaar was een soortgelijke mars op gewelddadigheden uitgelopen. 2 burgers werden geraakt door flessen die bedoeld waren voor de politie. 3 agenten raakten licht gewond. De rellen van vandaag betekenen een gewelddadig begin van de jaarlijkse traditionele protestantse en katholieke marsen die de komende 3 maanden worden gehouden. Gisteren hielden de katholieken hun eerste mars. VN-secretaris-generaal Boutros Ghali heeft de strijdende partijen in Liberia opgeroepen de situatie niet verder te laten escaleren. De al jaren durende burgeroorlog daar leidde dit weekende weer op, ondanks de aanwezigheid van een Afrikaanse vredesmacht en VN-waarnemers. Het vorig jaar gesloten vredesverdrag staat op springen. The Secretary-General is very concerned about the fighting that flared up in Monrovia over the weekend. He is monitoring the situation very closely. We haven't decided to evacuate our staff yet, but most of the military observers have moved into the US compound. It is not true that the UN compound has been looted. Liberia werd begin vorige eeuw gesticht door voormalige slaven uit de Verenigde Staten. De burgeroorlog in het West-Afrikaanse land begon in 1989. Sindsdien werden diverse bestanden gesloten en geschonden. Generaal Roosevelt Johnson in blauw pak met zonnebril werd 2 weken geleden uit de interimregering gezet op beschuldiging van moord. Hij was minister van Plattelandsontwikkeling. Sindsdien is het weer erg onrustig in Liberia. Die onrust bereikte dit weekende een hoogtepunt toen de politie probeerde Johnson te arresteren. De generaal vluchtte en houdt zich nu ergens schuil in de hoofdstad Monrovia. Diverse groepen etnische rebellen vechten nu met elkaar. De Afrikaanse vredesmacht ECOMOC houdt zich buiten de strijd, ook al worden hun konvooien aangevallen en wapens gestolen. De 6 jaar durende burgeroorlog in Liberia heeft aan meer dan 150.000 mensen het leven gekost. Ruim 3/4 van de bevolking is het land ontvlucht. Het Israëlische leger heeft de bewoners van het gebied langs de grens met Libanon opdracht gegeven de nacht in schuilkelders door te brengen. Gevreesd wordt voor raketaanvallen van Hezbollah-strijders uit Libanon. Juist vandaag beschuldigde premier Peres Iran van steun aan terroristenorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Islamitische Jihad. Peres deed die uitspraken na de arrestatie van een Palestijn die door Iran was opgeleid om aanslagen tegen Israël uit te voeren. Volgens Peres is de harde aanpak van de afgelopen weken van terroristenorganisaties door Israël en door de PLO nog niet afdoende gebleken. The problem is that we are getting continuously warnings about the attempt to infiltrate Israel. That's our greatest problem. Om diezelfde reden heeft Israël uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen bij de Klaagmuur, waar duizenden Joden de traditionele paaszegening bijwoonden. Leden van een ultranationalistische Joodse groepering probeerden de Tempelberg op te komen, maar ze werden tegengehouden door Israëlische soldaten. Meer dan 900.000 buitenlanders hebben het paasweekeinde in Nederland doorgebracht. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme. Het waren vooral Duitsers, gevolgd door Fransen, Britten, Belgen en Italianen. De uittocht van de toeristen kwam vanochtend door het minder fraaie weer al vroeg op gang. Rond het middaguur stond er 7 kilometer file op het verkeersplein Oude Rijn bij Utrecht. Vooral Duitsers die huiswaarts gingen. De meeste files waren tegen het eind van de middag opgelost. Volgens de politie in Driebergen was het opvallend rustig voor een paasweekeinde. Bureau voor Toerisme telde in totaal 925.000 buitenlanders, 50.000 meer dan vorig jaar.
het weer tot besluit. Vannacht opklaringen en plaatselijk mist. Morgen overdag schijnt vooral in het oosten van het land de zon. Aan zee wordt het ongeveer 9 graden, in het binnenland op een enkele plaats 14. Dat was het voor nu. Vanaf 7 uur zijn er weer ochtendjournaals op de zender Nederlands 3. Ik wens u een goede nacht en als u gaat slapen, wel rust.